Hallo, welkom bij een nieuwe video van leukerecepten.nl. In deze video ga ik gevulde paprika's maken en die ga ik vullen met een oosters mengsel van onder andere rijst en kip. De paprika's gaan straks even de oven in, dus die ga ik alvast voorverwarmen op 200 graden. En ik ga alvast de rijst bereiden. Ik heb alvast water aan de kook gebracht en hier voeg ik de rijst aan toe. Terwijl de rijst aan het koken is, ga ik alvast de paprika's halveren. En alvast de zaadjes en het vruchtvlees eruit snijden. En daarna leg je de halve paprika's in de ovenschaal. We gaan verder met de kip bakken. Ik ga een beetje wokolie verwarmen in de pan. Je kunt ook gewone olijfolie gebruiken of andere olie. Zodra die een beetje warm begint te worden, dan voegen we de kip toe en de knoflook. En ook voegen we meteen een schuitje ketchup toe. En een klein beetje sambal naar smaak. En dit bakken we een minuut of 5 tot 8, totdat de kip rondom bruin begint te kleuren. Kippendijen zijn bijna gaar. Je kunt ook eventueel kipfileten voor gebruiken, maar persoonlijk vind ik kippendijen fijner. Zeker omdat ze daar ook nog de oven in gaan. En kippendijen worden iets minder snel droog dan kipfilet. Dan gaan we ook de champignons toevoegen. En de bosui gaat erbij. Na ongeveer 2 à 3 minuutjes gaat ook de rijst erbij. En als laatste gaan ook nog de cashewnoten er doorheen. En dan kunnen we de paprika's gaan vullen. Na 20 minuten zijn de paprika's klaar en dan kunnen ze opgegeten worden. Lekker met wat kroephoek erbij. Je kunt ongeveer 2 halve paprika's per persoon aanhouden, maar een grote eter kan er ook wel 3 op. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.